live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Evers staat op. Margot Boer en Marianne Timmer zijn bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Hoe is het? Ja, goed. Ja, dat kan haast niet anders. Ja, nee, inderdaad. Het is lekker geslapen. Ik las overal en ik zag het gisteravond ook even van... Margot die heeft een smile op de gezicht. Dan krijgt ze er gewoon niet meer vanaf. Ik zie het nu ook nog. Ja, klopt. Ik heb wel echt spierpijn in mijn wangen. Maar, ja. Dat is wel voor goed doel. Dus, Nou, dat zeker. Is het een beetje gevierd nog gisteren? Ja, we hebben wel even gevierd. We moesten wel even ontladen natuurlijk. Nou, gewoon, ja, hier werk je zo lang heen en dan die spanning. En dan moet het eventjes allemaal gevierd worden. Ja, en is Marianne dan, want die hoort net zelf zeggen... Ja, ik kan bijna ook niet meer stoppen dan. Ja, Marianne denkt nu, shit, wat heb ik gezegd? Nee, ja, het was heel gezellig. En dan heb ik gewoon moeite om naar huis te gaan. Heb jij moeite om naar huis te gaan als het gezellig is? Ja, ik denk nog maar even blijven, nog een rondje. Dan wordt het vaak wel heel laat en dan doe ik het licht uit. Dat is wel gevaarlijk als je in schaatsstemmen blijft natuurlijk. Als je in de bar staat, nog een rondje. Daar moet je even mee oppassen. Maar goh, hoe is het nu dan? Want nu, ja, je bent nu klaar. Is het niet ook, ben je blij dat het afgelopen is? Of heb je ergens zoiets van, ja, het is ook wel jammer ook? Nou, eigenlijk is het wel ook wel jammer natuurlijk. Maar het is wel, het is voor mij gewoon super gegaan. En ik ben wel heel blij dat ik het gewoon een droomscenario heb af kunnen sluiten. En deze spelen voor mij gewoon geslaagd zijn. Ja. En vanaf nu even ontladen en dan straks nog even mijn ploeggenootje Yvonne Nauta proberen te helpen voorbereiden. En, en die moet volgende week aan de bak. Maar het is niet alleen jouw ploeggenoot, maar je zit ook nu met haar op een kamer. En je woont ook met haar in één huis, geloof ik, hè? Ja. Zij woont bij mij in het huis. En dat is super gezellig. En we kennen elkaar nu door en door. En dat is ook wel handig nu hier, dat je gewoon eigenlijk dezelfde situatie als thuis hebt. Werkt het goed samen met een sprinter en een lange afstand schaatser? Zijn het verschillende mensen eigenlijk? Ja, op zich qua karakter zijn we wel redelijk hetzelfde. Maar qua doen en laten hebben we nog wel wat andere dingen. Maar dat is ook wel weer juist grappig, zeg maar, de verschillen tussen ons. Dat ik lekker de hele dag op bed wil liggen en die vond juist heel, heel actief is, zeg maar. Oh ja. Marianne, hoe vind jij het om gewoon... hoe bevalt jouw coachje? Nou, heel goed. Ja. Het is natuurlijk heel erg mooi dat je met de medailles, en zeker met Margot, we hebben natuurlijk een heel traject al afgelegd. En dat Margot we nu op de Spelen met twee bronzen medailles zometeen naar huis gaan. Ja, dat is als coach ook geweldig. Ja, wat doe jij als coach? Wat heb je bij haar bijvoorbeeld, wat heb je met haar het afgelopen jaar gedaan? Om haar hier te brengen, om het maar even zo te zeggen. Je bent al een heel lange tijd ermee bezig. En het gaat met ups en downs. En ook Margot heeft vorig jaar een iets lastiger jaar gehad. En vervolgens hebben we alles weer op de rit gekregen. En veel overleg. En uiteindelijk goed programma gedraaid. En alle puzzelstukjes vallen tezamen. Ja, en hoe doe je dat? De boel weer op de rit krijgen als het even niet zo goed gaat? Want dat is waarschijnlijk meer dan alleen maar hard trainen, toch? Nee, dat klopt. Dat doet wel... moet je nadenken over hoe je dat dan weer gaat oppakken. Dus dat heeft ook met de samenstelling van de ploeg te maken. Afgelopen jaar is Johnny erbij gekomen. Ik heb een goed management er staan. Dat geeft heel veel rust. En wij hebben ook allebei met Johnny samen het Olympisch gevoel kunnen overbrengen. En dat resulteert nu tot mooie resultaten. Ja, hoe deed jij dat in jouw tijd, zeg maar? Wie was er voor jou om op terug te vallen? Je dacht, en wat heb ik daaraan? Peter. Behalve Peter Heerschop natuurlijk. Peter. dat is niet helemaal te vergelijken. Ik kwam toen hadden we kernploegen en nu hebben we commerciële ploegen. Maar is het allemaal beter geworden? Nou, er zijn wel, je hebt meerdere mensen die meer, er zijn meer sporters die kansen krijgen. Ja. Want je hebt veel meer ploegen, dus je kan daarin ook meer mensen de kans geven. En ook de tijd gunnen om te gaan groeien. Dus ik denk wel in dat opzicht dat er dat daardoor ook meer medailles gewonnen worden. Ja. Maar goed, die Chinezen gisteren, toen jij die over de streep zag komen, wat dacht jij toen? Ik zeg een beetje oneerbiedig die Chinees, maar dan weet iedereen in ieder geval wie ik bedoel, zeg maar. Ja, mijn zusje die heeft gisteren Chinees gegeten, daar proosten we mee. Maar ik heb eigenlijk haar rit niet gezien voor de wedstrijd. En ik zag wel een beetje vaag op de achtergrond haar rijden en ik dacht het zal wel heel hard zijn. Maar de andere meiden die er wel zaten te kijken, hun gezicht vertrok een beetje, dus ik dacht kijk maar niet. Nee. Maar het is ontzettend heel knap hoe zij heeft gereden. Maar was deze tijd verwacht? Nee. Dit was heel snel, toch? Het is wel heel erg hard, hè? Ja. We hadden wel gedacht 1.14, maar... 1.14.90 dit is wel echt snoeihard. Van een andere planeet las ik inderdaad ook. Ja. Het is ook wel echt een gat wat zij
Ik zou dat niet over haar willen zeggen, maar als jij dat zo zegt, dan even natuurlijk. Ik vind dat gek. Maar goed, even. Ik zag je gisteravond bij Henry Schut aan tafel en bij je. Wat was er voor gedoe over dat pak? Wat is dat er gezegd voor over dat pak met die Amerikanen? En... Ik had het nog niet meegekregen tot gisteren eigenlijk. Ja. Maar de Amerikanen zouden het allersnelste pak van de wereld hebben. Ja. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En toen vroegen ze naar ons pak en dat zit gewoon comfortabel. En voor mij en is het gewoon belangrijk dat je zeg maar aan de start staat met materiaal en je pak. Alles dat je overal weet dat dat gewoon goed is. Dat je daar niet druk om hoeft te maken. En de Amerikanen hebben al dingen afgeplakt en die twijfelen op het moment dat je aan de start staat aan het pak of het snel is of niet. Dus ja, dan ga je niet meer uit van wat je zelf kan. Ben je eigenlijk al klaar gewoon? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hey, want jij vertelde gisteren ook nog even over je pak. Je wilde pak dan, dat moet dan niet te strak zitten en het moet helemaal op. Ja. Hoe is het eigenlijk met je schaatsen, vroeg ik maar. Worden die ook helemaal... Ik zag wel dat je bij de start... je hebt je naam in de schaatsen staan. Ja. Heel gaaf om dat beeld te zien. Worden die helemaal op maat gemaakt voor jou? Of is dat millimeterswerk, centimeterswerk? Nee, het is echt met een gips. Ja, je voet gaat eigenlijk, wordt ingegipst en dat wordt helemaal... Naar je vorm van je voet gemaakt, de schoen. Dus het is ook niemand anders zal mijn schoen ook passen. Het is echt elke. En gaat het alleen om de schoen of ook om de ijsjes die eronder zitten? Hebben die een bepaalde lengte of de hoogte? Wordt dat allemaal bepaald ook? Ja, ik rij vrij standaard, maar wel gewoon materiaal van Viking wordt gewoon waar ik al jaren op rij. En dan heb ik gewoon vertrouwen. De sponsor is er erg blij mee dat je dit nu even zegt. Nee, weet je, dat is gewoon... Ze worden helemaal op jouw voet en op jouw wensen worden ze gemaakt. Ja, alles is helemaal... Was dat in jouw tijd ook al zo, Marianne, of niet? Ja. Dat is al van alle tijden? Ja. Oké. Hey, wat ga je nu nog doen hier de komende week? Je blijft hier natuurlijk, je wordt vanavond gehuldigd. Ja. Vanavond, dus er is niet helemaal niks vandaag. Ik krijg gewoon vandaag mijn medaille. Noem dat maar niks. Ja. Daarom. Dus daarna nog even een beetje genieten hier en andere sporten kijken. En inderdaad mijn teamgenootje gewoon helpen voorbereiden op haar Olympische race. Wat leuk dat je daar nu nog even echt gewoon de tijd voor hebt dat je dat kan doen. Door wie hoop je dat je gehuldigd wordt vanavond? Of is dat al bekend? Nee. Jij weet het ook niet, Marianne? Nee. Heb je een hoop dat er iemand er komt en zegt van... Ik weet niet wie er allemaal nog rondloopt hier. Willem-Alexander is er volgens mij morgen pas weer, hè? Ja, die is volgens mij niet aanwezig. Maar, zou me zwaar tegenvallen als die niet even één vlucht eerder neemt. Kan toch ook gewoon met Transavia... Dat lijkt me ook, die kan toch ook wel een uurtje opgevouwen zitten? Ja, wat maakt het nou uit? Okay. Nou ja, ik laat me verrassen. Ja, dat sowieso. Nou, geniet ervan in ieder geval vanavond. En nogmaals, gefeliciteerd jullie allebei natuurlijk. Dank je wel. En veel plezier nog hier op te spelen. Top. Dank je wel. Doeg. Doeg. Live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Even staat op.